Wethouder van Milo, twee zware onderwerpen als portefeuillehouder. Hoe managt u dat? Want daar gaat natuurlijk de nodige voorbereiding af, af vooraf. Het, uh, nou ja, wat ik zelf altijd doe, dat vind ik gewoon heel, heel belangrijk. Natuurlijk hebben wij uh, een hele goede ondersteuning vanuit de organisatie als, uh, als wethouders. En dat geldt uh, voor iedereen. Uh, maar ikzelf ben ook altijd uh, nogal een uh, man toch ook wel van de inhoud. Hey, ik vind het belangrijk dat ik, uh, dat ik toch wel voldoende uh, zelf ben voorbereid en dat ik weet waar ik over praat. Dat geeft je ook gewoon uh, een goede basis in zo'n uh, zo debat. En ja, dat betekent dat het uh, toch met regelmaat uh, ook wel eens nachtwerk kan, uh, kan worden. Een goede voorbereiding, een goede verdieping op, uh, op de inhoud, uh, ja, dat uh, uh, vind ik zelf altijd heel erg belangrijk om, uh, om te doen. Welk onderwerp uh, gaat u het meest aan het hart? Nou ja, de, de, onmiskenbaar natuurlijk de zorg. Ik heb alles vaker aangegeven. De zorg is wel een portefeuille die mij op het lijf is geschreven. Ik heb natuurlijk in mijn persoonlijke kring ook wel het een en ander meegemaakt. Het is weliswaar niet zorg waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Maar als je ziet. Of het nou medewerkers zijn van onze gemeente, onze wijkteams bijvoorbeeld, of onze intekers die zich ontzettend inspannen om het goede voor onze inwoners te doen, of dat het gaat om mensen die bijvoorbeeld in instellingen werkzaam zijn waar mensen bijvoorbeeld met dementie verblijven. Ja, de zorg moet je echt een soort roeping zijn. En hoe mooi is het dan dat je. Uh, ook in je eigen stad uh, kan werken aan het nog beter maken van die zorg voor onze inwoners. Dat uh, geeft een soort intrinsieke motivatie en echte drive om daar uh, me ten volle voor in te zetten. Op het gebied van het sociale domein blijven de kosten de komende jaren sparen, uh, stijgen. Wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, je, je, je ziet natuurlijk dat, uh, en dat heb ik vanavond ook in het debat aangegeven, dat de zorgvraag. Uh, 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 nou ja, uh, uh, aan de ene kant hoop je dat die stabiel blijft. Hè, maar we zien ook dat bijvoorbeeld de complexiteit uh, toeneemt. Maar uh, wat ik uh, belangrijk vind, en dat is toch goed om, uh, om te melden, is dat we natuurlijk het afgelopen jaar ook met uh, de budgetten die de gemeenteraad uh, daarvoor beschikbaar heeft gesteld. de zogeheten innovatiebudget. Dus dat we echt meer ook kunnen investeren om helemaal vooraan te komen, om in te zetten op preventie. Nou ja, dat is heel erg belangrijk. En zo probeer je toch uh, dat je uh, grip houdt op uh, de totale budgetten, die er ook voor de zorg uh, zijn.